Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, een video voor de mensen die willen beginnen met beleggen. In deze video ga ik 12 vragen beantwoorden zodat je een goede basis hebt om te beginnen. Natuurlijk komt er veel informatie op je af, zeker als beginner zijnde. Dus alle informatie en alle links vind je ook onder deze video terug. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl, een kanaal waar we werken aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Voordat we gaan beginnen met het beantwoorden van die vragen, is het heel belangrijk om te beseffen dat beleggen gepaard gaat met risico's. Je ziet misschien heel vaak dat mensen een bepaalde waarde, een portfolio hebben opgebouwd en dat dat in korte tijd is gebeurd dat het misschien wel in een paar maanden of in een paar jaar tijd verdubbeld is of meer dan verdubbeld maar besef je ook dat het in diezelfde tijd ook makkelijk kan halveren dus als je begint begin dan met geld dat je ook kunt missen begin met kleine bedragen bereid dat eventueel na verloop van tijd uit en doe het ook niet met al je spaargeld. Stoppen niet al je spaargeld in. En ook heel belangrijk van, uh, maakt niet uit wat je leest of ziet. Of dat het nu hier op YouTube is of ergens anders. Doe altijd zelf ook je onderzoek als je gaat beleggen. Maar laten we dan gaan kijken naar de eerste vraag. En dat is, is het nu het juiste moment om te beleggen of om te beginnen met beleggen? Nou, dat kan ik je niet direct beantwoorden. Aan de ene kant omdat ik niet weet wanneer jij deze video kijkt. Of dat begin 2020 is of op een ander moment. Maar het hangt eigenlijk ook af van twee andere dingen. Ten eerste je persoonlijke. Situatie, en ten tweede de markt. Kijken we naar jouw persoonlijke situatie, dan weet ik niet hoe die eruit ziet. Maar het is wel belangrijk dat je die op orde hebt voordat je begint met beleggen. Zoals ik eerder ook al aangaf, van, ga alleen beleggen met geld dat je kunt missen. Want het is niet altijd zo dat je per se geld ermee gaat verdienen. Zeker niet op de korte termijn. Zorg er ook voor dat je schuldenvrij bent. Misschien op je hypotheek na, maar alle andere schulden. Zorg dat je daarvan af bent. Zeker vaak de kortlopende schulden hebben een hoge rentepercentage. En dan is het gewoon beter dat je daar eigenlijk je rendement op haalt door die alvast af te Voordat je begint met beleggen en zorg überhaupt gewoon voor dat je ook een financiële buffer hebt dat je misschien drie maanden, zes maanden of langer kijk even waar jij je prettig bij voelt dat je aan onkosten kunt doen. Dus mocht het even tegenzitten, dat je dan niet ja, eigenlijk um, per se je aandelen moet gaan verkopen, net op het moment dat het ook slecht gaat op de beurs en dat je dus eigenlijk je verlies moet pakken op je aandelen. Maar om te bepalen of het het juiste moment is om te beginnen of om te beleggen, überhaupt al, behalve je persoonlijke situatie, is ook om te kijken naar de markt. De laatste tien jaar is het een heel goede tijd geweest. We hebben heel goede rendementen kunnen maken, ook afgelopen jaar nog. Maar er zijn ook af en toe momenten, een crisis op de beurs, zoals in 2000 of in 2007, dat een beurs bijna halveert. Dus kijk ook vooral naar wat de markt doet. Nou kun je zeker niet de markt timen. Uh, jij als beginner zijn er niet. Mij lukt dat niet. Professionals lukt dat niet. En dat is misschien ook niet nodig als je juist voor de lange termijn wilt gaan beleggen. En dan bedoel ik dus echt 10, 20, 30. Of ja, meer jaar eigenlijk vooruitkijken. Want historisch gezien, als we zo, richting zo'n periode gaan kijken, dan maakt eigenlijk niet uit wat er op de korte termijn ook gebeurt met de markt. En hoeveel geld heb je dan nodig om te gaan beleggen? Nou, je zou misschien denken dat dat heel veel geld is, omdat het juist de rijke mensen zijn die vaak beleggen. Maar dat is niet zo zeker tegenwoordig niet. Je kunt eigenlijk al beginnen met beleggen vanaf een paar tientjes per maand. Vroeger was dat anders. Toen was het lastiger om te beginnen. Had je minder aanbieders en had je te maken met hogere kosten. Maar zeker tegenwoordig is het heel eenvoudig eigenlijk om online of via je mobiel maandelijks te gaan beleggen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je juist maandelijks gaat beleggen. Want niet alleen het bedrag dat je inlegt is heel belangrijk, juist ook de tijd die je hebt. Totdat je het geld nodig hebt, misschien pas bij je pensioen. Juist dat is belangrijk, want hoe meer tijd je hebt, hoe groter jouw vermogen kan groeien. En dat heeft alles te maken met het rente-op-rente-effect. Want zo kan je bijvoorbeeld met 100 euro per maand, vanaf je 18e tot je 67e, met een gemiddeld historisch rendement, al een vermogen opbouwen van meer dan 500.000 euro. Terwijl je in die tijd eigenlijk maar nog geen 60.000 euro inlegt. Dus het heeft zeker ook zin om met kleine bedragen te beginnen. Juist als je nog heel veel tijd hebt, tot aan je pensioen. Maar wat zijn dan realistische rendementen die je kunt verwachten? Want ik denk dat het heel belangrijk is dat je. Uh, eerlijk gaat kijken naar wat je kunt verwachten... zodat je een eerlijk, uh, ja, eerlijke verwachting, een eerlijk beeld hebt... als je gaat beginnen met beleggen. En in de vorige vraag had ik het al over... bij een gemiddeld historisch rendement. En dat komt eigenlijk neer op ongeveer 7% per jaar... op de lange termijn. Dat is een beetje het gemiddelde van de afgelopen 50 jaar. Natuurlijk zijn er periodes waarin het heel goed ging... zoals de afgelopen 10 jaar of zelfs afgelopen jaar nog... in 2021 deed de AIX hier in Amsterdam bijna 30% erbij qua rendement, maar er zijn ook zeker jaren zoals 2000 of 2007 waarin een beurs wel kan halveren. Maar over de lange termijn, dus met goede jaren en met slechte jaren, komt het gemiddelde, in ieder geval de laatste 50 jaar, ongeveer op 7% uit. En nou klinkt misschien 7% niet heel aantrekkelijk of heel spannend, maar dat hoeft juist ook niet, want zoals gezegd, niet alleen het rendement is belangrijk, ook de tijd. En als je die combinatie hebt met een gemiddeld rendement, maar genoeg tijd, dan kun je zeker een mooi vermogen opbouwen door middel van beleggen. En waar kun je dan aandelen kopen? Er zijn heel veel aanbieders waar je aandelen kunt kopen, zogenaamde brokers. Dit kunnen banken zijn, zoals bijvoorbeeld de ING of de Rabobank. Al zijn die vaak voor beginners niet zo aantrekkelijk vanwege de wat hogere kosten. Maar gelukkig zijn er ook steeds meer alternatieven. Zelf gebruik ik bijvoorbeeld de Giro, juist vanwege de lage tarieven en het brede aanbod. En ze hebben op dit moment ook een actie waarbij je tot 50 euro transactiekosten te goed krijgt. Je kunt gratis een account openen via de affiliate link onder deze video. En op die manier help je ook het kanaal. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar ik zal ook meer affiliate links plaatsen onder deze video. Want er zijn natuurlijk meer aanbieders. En iedere aanbieder heeft zo zijn voordelen en zijn nadelen. En het is even dus belangrijk om te gaan kijken welke aanbieder het beste bij jouw persoonlijke situatie past. Welke aandelen moet je dan kopen? Nou, aandelen kopen is vaak heel persoonlijk. Dus dat is voor jou heel anders dan voor mij. En daarnaast mag ik ook geen advies geven. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik ga ook niet zeggen wat jij moet kopen. En zoals gezegd, het is heel persoonlijk, want uh, jij hebt misschien andere interesses, andere kennis dan ik. Ik ben heel erg geïnteresseerd in elektrische voertuigen bijvoorbeeld. Terwijl jij misschien wel in de voedingsindustrie werkt. En juist daardoor heel veel kennis hebt. En ook een veel betere inschatting kunt maken van dat soort type bedrijven. Maar dat niet alleen. Ik ben misschien bereid meer risico te nemen met een bedrijf als Tesla, terwijl jij liever wat minder risico neemt. Vaak zijn ETF's met een brede spreiding juist heel interessant. En zeker ook voor beginners. Een ETF is eigenlijk een soort van mandje van aandelen. En daardoor heb je dat die ene ETF koopt, heb je direct ook al spreiding. Dat kan zijn over een bepaalde sector, dat kan zijn over een bepaald land. Meerdere landen of wereldwijd. En ik denk juist voor beginners zijnde dat het beter aantrekkelijker is om vast breed te beginnen. Dat is nooit wereldwijd gespreid. En vaak zijn ETF's dan ook zo nog extra interessant, omdat het relatief lage kosten zijn. En zoals gezegd, op die manier haal je misschien een ja, gemiddeld rendement is je risico wat gespreid, maar zeker die combinatie zorgt ervoor dat je toch ook op de lange termijn een mooi vermogen op komt bouwen. En ook bij de Giro, ze hebben meer dan 200 ETF's in de kernselectie zitten. Dat betekent dat je ze onder een paar simpele voorwaarden iedere maand gratis kunt kopen. Of verkopen. Dus ook dat is zeker interessant. En ik denk dat een goede basis van je portfolio altijd heel belangrijk is. Dus begin met een paar ETF's, brede ETF's. En als je dan eenmaal kennis hebt opgedaan, wat meer ervaring hebt opgedaan, om dan pas te gaan kijken naar wat meer specifiekere ETF's. Of juist losse aandelen van losse bedrijven. En waar moet je dan op letten als je aandelen gaat kopen? Er zijn natuurlijk heel veel punten waar je op moet gaan letten. Maar ik zal een paar. We belangrijke, zeker voor beginners, even bespreken. Dat begint altijd met koop het juiste aandeel. Een aandeel heeft vaak een afkorting, een tickersymbool. En dat kun je opzoeken. Maar ga dan ook even altijd kijken of het ISE-nummer het juiste nummer is. Dat je zeker weet dat je het juiste aandeel van het juiste bedrijf koopt. En hoe kom je erachter of dit de juiste code is? Nou, vaak vind je op de website van het bedrijf, bij de investeerdersgedeelte zeg maar, van die website, kun je zien welke code het is als je die kopieert. En desnoods die code opzoekt bij je broker... Weet je ook zeker dat je het goede aandeel van het juiste bedrijf koopt? Zorg dan ook voor dat je het aandeel op de juiste beurs koopt, want deze code die is uniek per bedrijf. Maar een aandeel kan van dat bedrijf kan wel op meerdere beurzen verhandeld worden, bijvoorbeeld hier in Amsterdam. In Londen, maar ook in New York. Nou, iedere beurs heeft dan bijvoorbeeld ook zijn eigen valutakosten, een eigen handelsvolume. En kijk dan even welke beurs het beste bij jou past, of wat misschien de thuisbeurs zeg maar, is van een aandeel. En probeer desnoods om alle aandelen op één beurs te houden, omdat vaak. Per beurs ook nog kosten in rekening worden gebracht. Ook heel belangrijk om te kijken is dat een koers van een aandeel eigenlijk niet zegt over de waarde van een bedrijf. Een aandeel van 100 euro is niet 10 keer beter dan een aandeel van 10 euro, maar je moet juist bij een bedrijf gaan kijken naar de marktwaarde. De marktwaarde is juist de koers van een aandeel keer het aantal uitstaande aandelen. Dus bijvoorbeeld een bedrijf met 10 aandelen van 100 euro is 1000 euro waard, maar een ander bedrijf met 100 aandelen van 10 euro is ook 1000 euro waard. Dus de koers van een aandeel. Zegt in principe niets over hoe goed een bedrijf het doet. En tenslotte is het heel belangrijk om te gaan kijken naar de inleg die je doet en de transactiekosten die je daarbij maakt. Want bijvoorbeeld telkens als je een, een aankoop doet, kost het bijvoorbeeld 1 euro, ik noem maar iets, dan is het interessanter om vaak een groter bedrag in te leggen omdat dan die 1 euro transactiekosten procentueel gezien lager is. Stel je hebt 1 euro per transactie, maar je koopt een aandeel van 10 euro, dan moet je eigenlijk al. 10% rendement maken op dat aandeel om alleen de transactiekosten terug te verdienen en vervolgens ga je pas winst maken terwijl in een ander geval stel je zou 100 euro inleggen en je betaalt nog steeds 1 euro transactiekosten dan zijn je transactiekosten maar 1% hoeft het aandeel maar 1% te stijgen om je kosten al terug te hebben verdiend dus zeker bij kleine bedragen en dan vaak bij beginners zijnde is dat belangrijk om dat ook zeker in de gaten te houden en heb je nog meer tips waar je op moet letten bij het kopen van een aandeel laat het dan ook zeker weten in de reacties onder deze video. Gaan we door naar de volgende vraag? En dat is hoe kun je geld verdienen met aandelen? Nou, eigenlijk kun je met aandelen op twee manieren geld verdienen. Aan de ene kant door koerstijging en aan de andere kant door dividend. Kijken we naar koerstijging. Jij koopt bijvoorbeeld een aandeel voor 100 euro. En dat betekent dat op dit moment eh, beleggers bereid zijn 100 euro te betalen voor dat aandeel voor dat bedrijf, maar het bedrijf heeft heel goede cijfers, heeft heel goede voorspellingen de komende tijd. Het gaat ook steeds beter met het bedrijf, het maakt meer winst en uiteindelijk zijn een paar maanden later of een jaar later beleggers bereid 125 euro te betalen voor dat aandeel. Jij kan het aandeel dan verkopen voor 125 euro terwijl je het gekocht had voor 100 euro, oftewel je maakt een winst van 25 euro of 25% rendement en de koers van een aandeel stijgt dan bijvoorbeeld door vraag en aanbod omdat een bepaald bedrijf heel erg in trek is bij beleggers, maar zeker ook door de prestaties van het bedrijf. Het enige nadeel aan deze vorm van geld verdienen is dat je eigenlijk het aandeel moet verkopen wil je ook de winst eruit kunnen halen en daarom gaan we kijken naar het volgende verdienmodel van aandelen en dat is dividend en dat is eigenlijk een stukje winstuitkering. Als jij een aandeel van een bedrijf hebt, dan ben je eigenlijk voor één zoveelste deel eigenaar van een bedrijf. Stel dat bedrijf maakt 1000 euro winst dit jaar en ze gaan zeggen van we kunnen niet al dat geld zelf gebruiken, we kunnen niet al dat geld investeren. We gaan de helft daarvan, oftewel 500 euro uitdelen. Uh, verdelen onder onze aandeelhouders, onze, onder onze eigenaren. Nou, stel er zijn 500 uh, aandelen. Je hebt één aandeel daarvan, dus dan krijg je met dat ene aandeel 1 euro van die winst. En het voordeel hiervan is. Die winst die ontvang je gewoon direct bij je broker en je account. En je hoeft daarvoor het aandeel juist niet te verkopen. En dit is dan vaak wat we noemen ook dividendbeleggen. Er zijn heel veel mensen die juist dit soort bedrijven uitkiezen. Bedrijven doen juist deze vorm van dividend om aandeelhouders tevreden te houden. Om ze ook winst eigenlijk uit te keren zonder dat ze hun aandelen hoeven te verkopen. Maar het is vaak ook juist vanuit het bedrijf zijnde heel aantrekkelijk om te doen. Omdat het vaak al gevestigde namen zijn. Grote namen um, die niet, ja ze verdienen heel veel geld. Maar ze kunnen niet al dat geld, geld zelf inzetten om misschien de, de afzet te verhogen, de omzet te verhogen of uit te breiden. Een voorbeeld van een dividendaandeel of een dividendbedrijf is bijvoorbeeld Coca-Cola. Dat is gewoon al heel groot. Ze hebben al heel veel geïnvesteerd. Ze hebben al heel veel fabrieken. En het is voor hun niet aantrekkelijk om nog extra te investeren. Omdat dat niet wil zeggen dat dan meer mensen hun cola gaan drinken bijvoorbeeld. En hoe lang moet je dan gaan beleggen? Nou, er is geen verplichte termijn. Waarmee je moet beleggen, zeg maar. Je kunt nu een aandeel kopen en nu alweer verkopen. Ik denk alleen dat het voor de meeste mensen, zeker voor particulieren, aantrekkelijker is juist om te gaan beleggen voor de lange termijn. Het hangt ook zeker af bij wat voor type aandelen je koopt. Koop jij een aandeel van een ETF, dan heb je natuurlijk, en zeker als die wereldwijd gespreid is en misschien wel duizenden bedrijven, dan heeft het geen zin om per dag te gaan kijken of de waarde gestegen is of gedaald omdat je juist een plan hebt gemaakt om te beleggen voor de lange termijn. Koop je juist een aandeel van een specifiek bedrijf, dan moet je juist wel gaan kijken hoe gaat het met het bedrijf, wat is het nieuws, wat zijn de trends, wat zijn de verwachtingen. En moet je misschien wel verkopen wanneer het dreigt wat minder te gaan met het bedrijf, dus dan moet je zeker bij een losse positie van een los bedrijf dat veel beter in de gaten houden. En je hebt dan ook verschillende vormen van beleggen, denk bijvoorbeeld aan daytrader, dat wil eigenlijk zeggen dat je nu een aandeel koopt en het eigenlijk ook op dezelfde dag weer verkoopt. Je hebt swingtrader, waarin je eigenlijk... Naar fluctuaties in de markt kijkt, of in een bepaalde sector. En dat betekent dat je nu een aandeel koopt. en het binnen een paar maanden of een paar weken weer gaat verkopen of je gaat juist voor de lange termijn omdat je juist een vermogen wilt opbouwen op de lange termijn. Vaak is dit wat als je wat langer investeert, voor de lange termijn in wat breder gespreid investeert. En ik denk ook dat dat juist het meest interessant is voor particuliere beleggers, omdat eigenlijk kun je zeggen van uh, hoe langer je termijn is, hoe breder je investeert, hoe minder tijd je ook aan hoeft te be besteden aan jouw beleggingen. Maar wat zijn dan de risico's? Want tot nu toe klinkt het allemaal best wel positief. Maar zoals gezegd, er zijn ook zeker risico's wanneer je gaat beleggen. Uh, dit zijn niet alle risico's, maar dit zijn er een paar als voorbeeld. Bijvoorbeeld, er komt een crisis aan. De laatste crisis die we eigenlijk hebben gehad, is eigenlijk al begin 2020 geweest vanwege corona. Maar die herstelde zich heel snel. De, be ja, de best bekende crisis daarvoor is 2007, de financiële crisis. En wat er dan gebeurt is dat. Heel veel bedrijven, daar zakken de koersen van in. Heel veel beurzen zakken eigenlijk de koersen van in, omdat er best wel veel paniek is. Mensen weten niet wat de toekomst gaat brengen. En als je dan voor de lange termijn belegt, is dat eigenlijk niet erg, omdat je juist nog tijd hebt om te herstellen. Het verleden heeft aangetoond dat we tot nu toe telkens hersteld zijn van zo'n crisis. Maar het zou wel heel vervelend zijn als je juist niet die tijd had om te herstellen. Omdat je het geld eventueel toch al volgend jaar of over een tijdje nodig hebt. En dat je juist op dat soort momenten je risico of je verlies moet nemen. Dus dat is zeker. Een risico waar je rekening mee moet houden. Een ander risico is dat juist het bedrijf slecht presteert. Zoals ik eerder al aangaf, de koers van een aandeel is onder andere vraag en aanbod en prestaties van een bedrijf. Beleggers kijken ook altijd naar de toekomst. Wat gaat het bedrijf de komende tijd doen? Wat zijn onze verwachtingen daarvoor? En zijn dan bereid een bepaald bedrag of een bepaald aantal keer de winst bijvoorbeeld te betalen? Dus als het er naar uitziet dat het minder goed gaat met het bedrijf. Dat kan zijn omdat ze zelf iets verkeerd hebben gedaan. Dat kan ook zijn omdat de politiek nieuwe regels uh, ja, oplegt. Waardoor het natuurlijk de markt verandert. Maar dan heeft het ervoor beleggers vaak voor, zorgt het ervoor dat het misschien wel minder interessant wordt om te beleggen in dat bedrijf. Neemt misschien de winstgevendheid in de toekomst wel af. En zijn beleggers dus ook bereid om minder te betalen voor een aandeel. Als je zo'n aandeel in bezit hebt en je hebt het misschien gekocht op 25 euro. En misschien is het volgend jaar de verwachting nog maar 15 euro waard, dat zou kunnen. Dus ook dat is zeker een risico dat. Vanwege het bedrijf zelf of vanwege veranderende marktomstandigheden dat de koers van een aandeel gaat dalen. Het kan ook zo zijn dat het zelfs zo slecht gaat met het bedrijf dat het bedrijf failliet gaat. Dan zijn jouw aandelen uiteindelijk niets meer waard. Maar het is ook weer zo dat schuldeisers niet bij aandeelhouders aan kunnen kloppen voor geld. Eenmaal het bedrag wat jij in hebt gelegd in normale aandelen, is het bedrag wat je maximaal kunt verliezen. Dus stel je hebt 100 euro in dit ene bedrijf geïnvesteerd, dan kun je niet meer dan 100 euro verliezen als het bedrijf failliet gaat. En nou denk je misschien van: wat als nou mijn broker failliet gaat? Nou, in Nederland is het zo dat de wetgeving zo is dat brokers verplicht zijn om jouw aandelen in een bewaarbedrijf te stoppen. Dat is eigenlijk een bedrijf dat losstaat van de broker. En de enige taak van dat bedrijf is het beheren en het bewaren van jouw aandelen. Dat mocht jouw broker failliet gaan, dat je dan nog altijd bij jouw aandelen kunt en dat ze ook weten van welke aandelen van jou zijn, zodat eigenlijk ervoor gezorgd wordt dat jouw vermogen wat in aandelen zit altijd buiten een faillissement van een broker valt. En wanneer ga je dan aandelen verkopen? Het is vaak zo dat je aandelen voor één reden koopt en dat is dat je denkt rendementen te kunnen maken in de toekomst. Maar de verkoop van een aandeel kan om heel veel redenen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn heel persoonlijk. Stel je bent bijna met je pensioen, dus je gaat nu alvast wat risico afbouwen door juist wat aandelen te verkopen en dat geld op de bank te zetten, zodat je eigenlijk al meer zekerheid hebt geld op de bank is gewoon waardevaster laten we zeggen dan weet je van wat je volgend jaar ook hebt en zeker dat is belangrijk wanneer je misschien volgend jaar met pensioen gaat en juist van dat geld moet gaan leven het kan ook zo zijn dat je misschien een grote aankoop gepland hebt, zoals misschien dat je wat aandelen verkoopt om juist een nieuw huis te kopen. Of je verkoopt juist een aandeel omdat je niet meer gelooft in het aandeel of niet meer in het bedrijf. En zoals gezegd, dat kan heel persoonlijk zijn, want jij kan naar een bepaald bedrijf kijken en ik kan naar hetzelfde bedrijf kijken en toch kunnen wij anders denken over, de, over het bedrijf en over de waardering dus van het bedrijf. Jij wil het aandeel dan misschien verkopen terwijl ik het juist heel interessant vind om te kopen. Maar je kunt ook een aandeel verkopen omdat er juist iets verandert in de markt. Het kan zo zijn dat de aandelenkoers juist omhoog schiet en dat je denkt dat het niet meer in verhouding staat tot de waarde van het bedrijf. Of misschien juist, zoals gezegd, er verandert iets in de markt waardoor de winstgevendheid of de toekomst van het bedrijf er in ieder geval een stuk minder interessant uitziet in de toekomst. Maar het komt dus eigenlijk altijd op neer dat je wilt gaan verkopen op het moment dat de waardering niet meer past bij wat jij voor ogen hebt of wat er eigenlijk ja, eerlijk zou zijn. In de situatie waarin het bedrijf nu zit, of wat de verwachting is dat het bedrijf in de komende tijd gaat hebben. Zelf heb ik trouwens een website gemaakt met tools die jou daar juist bij kunnen helpen. Je kunt bijvoorbeeld de checklist van een bedrijf bekijken om te zien hoe het bedrijf, hoe het aandeel op verschillende punten scoort. Je kunt de ontwikkelingen zien in tabellen of juist in grafieken. Maar je kunt ook zelf een waardering maken voor het aandeel, zodat je kunt zien of het juist interessant is om te kopen of misschien wel te verkopen bij een bepaalde koers. En dit is misschien niet meteen interessant voor beleggers, maar wel als je een tijdje bezig bent. En deze website kun je dan bezoeken via beleggertools.nl. En uiteraard vind je ook een link naar deze website onder deze video terug. Komen we aan bij de ene en laatste vraag, en dat is moet je belasting betalen over aandelen? Want je bent nu al misschien een tijdje bezig met beleggen. Je hebt misschien al wat aandelen verkocht. Wat aandelen of wat winst genomen op aandelen. En dan moet je dus ook uiteindelijk helaas belasting gaan betalen daarover. Aandelen vallen dan onder de vermogensbelasting. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld geld dat op je bankrekening staat, op je spaarrekening en op je beleggersrekening onder je aandelen, dat dat op een andere manier wordt belast ten opzichte van je inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting zijn vaak wat hogere tarieven, hogere percentages. En het geluk van vermogensbelasting is dat dat relatief wat lager is wanneer je de aangifte gaat doen. Uh, dan zijn eigenlijk deze Nederlandse brokers, jouw rekeningen zijn daarvan al bekend bij de Belastingdienst. Dan moet je alleen even controleren of die bedragen ook kloppen. En voor buitenlandse brokers moet je het dan zelf even aangeven. En het voordeel van vermogensbelasting is dat deze procentueel gezien dus veel lager is dan je inkomstenbelasting. Je ziet dat bijvoorbeeld begint of gaat in het eerste geval tot 50.561 euro. Het bedrag van je, ja de grondslag zeg maar. Op zich is dat raar, want er is een vermogensvrij bedrag uh, juist van 50.561 euro. Oftewel, alles wat je aan vermogen hebt, bankrekening, spaarrekening, beleggersrekening met een waarde van minder dan 50.561 euro, is belastingvrij. En het is juist eigenlijk bij een bedrag boven dat bedrag dat het juist pas ja, eigenlijk belasting gaat betalen, vermogensbelasting gaat betalen. Het komt er eigenlijk op neer dat hoe meer vermogen je hebt, hoe hoger je rendement waarschijnlijk is, omdat het dan waarschijnlijk is dat je meer van je geld ook gaat beleggen. En zo zie je dat bijvoorbeeld voor een bedrag van 50.561 euro tot 962.351 euro, je uiteindelijk moet gaan rekenen met een bedrag van 4,366 procent. Je betaalt geen 4,3% over dat vermogen. Je betaalt 31% procent over die 4,3%, oftewel 1,35% over je totale vermogen. In dat geval. En zoals gezegd, dit kun je allemaal berekenen en ook invullen tijdens je belastingaangifte. Voor Nederlandse brokers zal het waarschijnlijk al ingevuld staan of voor Nederlandse banken. Maar controleer het altijd ook zeker zelf even of die bedragen die er staan of die ook correct zijn. En dan komen we bij de laatste vraag aan en dat is waar kan ik meer informatie vinden? Want we hebben nu eigenlijk al een beetje de basis uh, gelegd van beleggen. Maar er is nog veel meer te vertellen. Er is nog veel meer te leren over beleggen. Zelf haal ik gewoon heel veel informatie. Gewoon op internet. Ik google wat naar bepaalde onderwerpen, vragen die ik zelf heb. Maar zeker ook op YouTube haal ik heel veel informatie uit. Ook op dit kanaal plaats ik dus heel veel dingen die ik zelf leer, die ik zelf tegenkom. Juist om ook jullie dat te leren. Dus abonneer ook zeker op dit kanaal om in de toekomst geen enkele video te missen. En ben jij een beginner en wil je juist meer gestructureerde informatie over beleggen? Ik heb een cursus, een online training gemaakt. En deze online training heeft meer dan 50 video's van in totaal meer dan 6 uur aan beeldmateriaal. Heel veel informatie, heel uitgebreid en gestructureerd. Inclusief tips en tools zodat je zelf een heel goed plan kunt maken om te beginnen dat je juist eigenlijk... Uh, vol vertrouwen ook je eerste belegging kunt gaan doen en ook hiervoor geldt dat je meer informatie kunt vinden en een training kunt kopen via de link onder deze video en dan zijn we daarmee aangekomen aan het einde van deze video 12 vragen beantwoord die gaan omtrent het beginnen van beleggen heb je nog meer vragen laat ze dan zeker achter in de reacties onder deze video vond je het een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog en wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal klik dan op abonneren om nooit meer een video te missen in de toekomst wil ik jou bedanken voor het kijken, hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.